Elf van Hal, ik ben volgens mij nog net op tijd. Ik zie jou de laatste tegel zie ik je aanbrengen. Ja. We hebben vanuit de kunst- en cultuurroute hebben we nieuwe sprekende gevels gemaakt. Nieuwe gedichten op gevels gezet. En ondertussen ontdekten we dat de dichtregels die elke stadsdichter krijgt als hij klaar is, dat die onder de Lange Jan allemaal kapot gereden waren. Door vrachtwagens? Ja, allemaal vrachtwagens. En toen hebben we besloten, daar gaan we gewoon, we vinden dat zo waardevol. Wij gaan ze verplaatsen. Dus we hebben ze opnieuw laten maken. En op weg naar de bibliotheek, het gebouw van de taal, hebben we ze nu neergelegd. Dus dit is het laatste schoonmaakding. Ja? En dit wordt dus een soort walk of fame van de stadsdichters. Ja. En het is, dit blijft hier ook nu? Ja, dit blijft. Hier rijden geen vrachtwagens. En als de nieuwe stadsdichters weer vertrekken. Ja, de laatste stadsdichter, die is eind van het jaar, houdt hij op. Dus die krijgt dan ook weer een gevel. Dus dan gaan we het volgende vak vullen. Ja. Ja? En El, wat jij nu ook nog zegt, dat vind ik ook wel interessant. De gevelgedichten. Ja. Daar zijn dus 5 nieuwe en ik weet dat die heel populair zijn bij de... Ja. Maar waar kunnen we ze vinden? Nou, je kunt ze op de site vinden van de kunst- en cultuurroute. Maar we hebben een nieuwe stadswandeling gemaakt in co-productie met de drukkerij. Okay. In die serie. En daar is dus alles opnieuw beschreven. En dat boekje dat wordt gepresenteerd eigenlijk met Pasen, maar het mag dus niet. Allemaal buiten. Dus we doen het in de eerste zondag van juli. Okay. Dan staat alles in het teken van poëzie. Met de tegels, met de gevels. En, maar we kunnen ze nu al bewonderen, de gedichten. Ja, ik weet dat er eentje op café... Le Penseur. Ja, je moet bij Le Penseur moet je gaan kijken. Want die, dat is ook een mooi gedicht. Ja, die past zo op die locatie. Ja. En schuin tegenover op dat kleine gymnastieklokaaltje zit er dus ook een. Nou ja, fantastisch. Ja? Dan gaan we op speurtocht. Dus ga je gang. Goed bezig, El. Dankjewel voor je toelichting. En nog even de bezem erover en je bent klaar. Ja, en dan is het gebeurd.